Nou, eens kijken of er een beeld op komt. Dat... Nou en of. Ja. En daar ziet u dan op uw eigen huiskamer. En wat vindt u er zo van? Oh, leuk zeg. Is die anders ontzettend dan in werkelijkheid of niet? Nee, het is echt hoor. Ja, en daar zit u zelf ook, ziet u Oh, hier, hoe ja. is het toch mogelijk, hè? Ja, zomaar van de bussen we nou weer terug, hè? Toch verschrikkelijk. Ja. En nou zou het zo leuk zijn... Ongelooflijk. Ja, wat gebeurt allemaal? We vallen niet meer achterover van verbazing om het wonder van de televisie dat ons het wereldgebeuren serveert in ons Hollands binnenhuis. Straks wordt het tweede net officieel in gebruik gesteld. En dat is dan weer een nieuw stukje franje aan ons dagelijks leven. Eer we een paar maanden verder zijn, zal het zijn of ook dit nooit anders is geweest. Wie weet nog dat het pas 13 jaar geleden is dat vanuit dit gebouwtje in Bussum het eerste programma werd uitgezonden door de Nederlandse Televisiestichting. Het samenwerkingsorgaan van de omroepverenigingen AVRO, KRO, NCRV, VARA en VPRO. Dertien jaar geleden. De regering had een zendmachtiging gegeven voor 3 uur per week, voorlopig voor de tijd van 2 jaar. Dat was wat we noemden de experimentele periode. Klein was de televisiestaf. Klein ook was de ruimte in Studio Irene, een voormalig kerkgebouwtje. Er waren in die tijd hooguit een paar honderd ontvangsttoestellen. En dan nog in een betrekkelijk klein deel van het land. De zender in IJsselstein had maar een beperkte reikwijdte. ...2 juni 1953, kroning van koningin Elisabeth van Engeland in de abdij van Westminster. In Nederlandse huiskamers was men ooggetuige, via een directe reportage uit Londen. Velen beseften eigenlijk toen pas de unieke mogelijkheden van televisie. De echo van Westminster Abbey klonk lang na in dat kleine kerkje in Bussum. De televisiemedewerkers van het eerste uur beseften eens te meer... dat ze aan het begin stonden van een revolutionaire ontwikkeling in de massacommunicatie. De ontwikkeling heeft zich afgetekend in het bedrijf. Dit was de personeelsterkte van de NTS en de omroepverenigingen na 5 jaar televisie. Nu zijn er bij de verschillende diensten van de NTS en bij de programmastaven van de omroepverenigingen een 1400 mensen in vaste dienst. De televisie is een groot bedrijf geworden, sneller dan iemand in de beginjaren heeft kunnen voorzien. Het was geen wraakoefening van een ontevreden kijker, die op 6 april 1955 Studio Irene herschiep in een puinhoop. Door een onvoorzichtigheid met de studioverlichting ging de hele droomfabriek in vlammen op. De schade was enorm, het moreel ongebroken. Nog diezelfde dag werd een naburig wijkgebouw ingericht als noodstudio. De uitzendingen gingen door. Boze tongen beweren dat sommige NTS-functionarissen het blussingswerk met ledenogen aanzagen. Zij zagen in deze brand een onverwachte mogelijkheid tot geforceerde opmars naar een betere en vooral grotere behuizing. Studio Irene is herbouwd en wordt nog steeds dagelijks gebruikt. Maar de betere behuizing kwam. Enkele maanden na de brand werd Studio Vitus geopend. De televisieorganisaties die samenwerken in de NTS hebben het zich vanaf het eerste uur tot een plicht gerekend zoveel mogelijk eigen Nederlandse studioprogramma's te brengen. Maar daarnaast vooral ook reportages van actuele gebeurtenissen, sportwedstrijden, voetbal, voor zover er contractuele mogelijkheden toe waren. Een traditie is geworden de jaarlijkse reportage van Prinsjesdag. Opening van de Staten-Generaal door Hare Majesteit de Koningin. Reportages ook vanuit Nederlandse schouwburgen en concertzalen. Alle omroepcomponenten hebben in de beginjaren eigen nieuwsrubrieken gehad. Gefilmde actualiteiten uit Nederland en de wereld. De praktijk dwong tot coördinatie.
En eind 1955 besloot men tot samenwerking op dit gebied onder de vlag van de NTS. Op 5 januari 1956 zagen de toen 30.000 televisiebezitters het eerste NTS-journaal. Een jaar later, op 1 januari 1957, kon het journaal melden dat de 100.000ste door de PTT geregistreerde televisiekijker woonde in de Putsestraat in Rotterdam. De heer Van Uden. Zoon, die toont mij op aan om zo'n apparaat aan te schaffen. Ja. Toen moest ik wel zwichten. Ja, ja. Ja, want als hij bij mijn zusje was geweest, dan was het altijd zo'n gezicht als hij thuis kwam. Hun kunnen er wel een kopen en jij nooit. Zijn we altijd arm, zei hij dan. Waarom koop je er ook eens geen een? Nou, eindelijk, ja, nou fruit er maar. Zijn we er ook maar toe over gegaan om zo. En nu, zouden u hem al kunnen missen? Nee, nee. Zo, het bent is een ontzettende afleiding s'avonds. De avonden vliegen om. In de loop van dat jaar, 1957, kwamen er in Nederland 140.000 televisietoestellen bij. En die enorme aanwas zal zeker mee het gevolg zijn geweest van het feit dat de PTT televisieontvangst mogelijk maakte in gebieden waar voordien slechts besneeuwde beelden uit Lopik aankwamen. In Irnsum verrees de eerste steunzender. Op 7 december 1957 werd die officieel in gebruik gesteld. 3 dagen na de opening van Irnsum kon de steunzender Goes in gebruik worden genomen. Een nieuw staaltje van vaderlandse bouwkunst en technisch vernuft. Terugkijkend op 13 jaar televisiegeschiedenis in Nederland, beseft men met bewondering wat de PTT in deze jaren aan technische outillage heeft opgebouwd. NTS-reportage van 21 januari 1958. Ja, dames en heren, dat getal 250.000 dat u zojuist op uw scherm zag, is de laatste weken uiteraard nogal eens in de Bussumse studio's genoemd. En waarschijnlijk niet alleen in die televisiewereld, maar evenzeer bij de vele kijkers thuis, toen we zo langzaam maar zeker allemaal dat cijfer van het Nederlandse kijkerslegioen als het ware zagen groeien. En vandaag is het dan zover en is bekend geworden dat de eigenaar van het 250.000ste officieel door de PTT geregistreerde televisietoestel woonachtig is in Leiderdorp, waar we ons op dit moment bevinden in de kom van Aijweg nummer 23, het huis van de familie Hellemink. En het bespreekt wel haast vanzelf dat we het bereiken van deze mijlpaal in de nog jonge Nederlandse televisiegeschiedenis wel even feestelijk willen vieren. En dus is de complete televisiekaravaan naar deze anders zo rustige Zuid-Hollandse gemeente getogen om u in de gelegenheid te stellen vanavond al met de familie Hellemink kennis te maken. U merkt het, heel snel stijgt het aantal tv-toestellen in ons land, want op 1 januari van het vorig jaar waren het er nog maar 100.000, op 16 oktober jongstleden 200.000 en vandaag, nauwelijks 3 maanden later, 250.000. 50.000 toestellen in 3 maanden, verder commentaar geloof ik, dames en heren, overbodig. Wij zijn alweer een kijker rijker in het kijkgezin van Nederland. Wees welkom, 250.000ste kijker, wees welkom, 250.000ste klant. Onze elfjes komen u verzorgen en doen hun best voor u alleen. Intussen kijken wij al uit naar morgen, naar 250.001. Vries die doelde met zijn zorgster en elfjes wel heel charmant op ons omroepsters. En wij zijn eigenlijk altijd zo'n beetje gastvrouw op de lange afstand. Maar we hebben vanavond nu eens de gelegenheid om het in een huisgezin metterdaad uit te voeren. Dus niets kan ons meer tegenhouden. Blijft u rustig zitten. Het startsein wordt gegeven bij deze. Ik schenk de thee in. Oh, wat heerlijk. Dat is lekker makkelijk. Ik ga de taart aan snijden. 1, 2, 3. Als je dit na bijna 7 jaar weer terugziet, dan lijkt het eigenlijk maar een kneuterig feestje. We zouden het vandaag, geloof ik, niet meer zo op het scherm brengen. Maar die uitzending werd in 1 dag geïmproviseerd. Toen, in januari 1958, vonden de meeste mensen het prachtig. De televisie was erbij en de spontaniteit telde zwaarder dan de schone vorm.
14 oktober 1958. De steunzender Roermond, officieel in gebruik gesteld door burgemeester Guljans. Mogen dit prachtige medium, dat televisie heet, in steeds stijgende mate tot de integratie van alle Nederlandse gewesten en via de Eurovisie tot de integratie van heel het Europese volk het zijne bijdragen. En met deze harte wens verklaar ik de steunzender Roermond, ik geloof kanaal 5, voor geopend. Opnieuw was een groot gedeelte van Nederland verzekerd van een goede ontvangst van de Bussumse programma's. Korte tijd later, op 23 januari 1959, volgde de steunzender in Markelo. Goedemiddag, dames en heren. Hier is de Nederlandse Televisiestichting. Onze gelukwensen aan Nozema en PTT bij deze officiële opening van de zender Markelo. Via deze zender heeft u sinds december al regelmatig onze programma's kunnen zien, maar we maken gaarne van deze gelegenheid gebruik om een nieuwe groep van kijkers in het oosten van het land hartelijk te begroeten. En voor de toekomst wensen wij u goede ontvangst. This is a Eurovision circuit. Eind 1958 was op Nederlands initiatief met een experiment begonnen dat nieuwe mogelijkheden inluidde voor het contact tussen de volken van Europa. Het net van Europese straalverbindingen, voordien alleen maar incidenteel gebruikt bij relayering van belangrijke gebeurtenissen, werd beproefd op zijn bruikbaarheid voor een dagelijkse nieuwsuitwisseling tussen de aangesloten landen. Die nieuwsuitwisseling van journaalonderwerpen is er nu, dagelijks. Item of the day, I guess, Selwyn Lloyd leaves for Washington. Is that correct, John? Yes, that's correct. Wie is het eigenlijk? Ja. En waarom? Ja, wie heeft nou het 500.000 volgemaakt? Wel, we zullen u niet langer in spanning laten. De 500.000ste Nederlandse televisiekijker is de 68-jarige heer Omen, die woont in de Taalstraat 185 in Vught. In anderhalf jaar tijds was het aantal televisietoestellen verdubbeld, van 250.000 tot 500.000. We schrijven 24 juli 1959. Opnieuw zo'n in alle haast geïmproviseerde directe reportage. Een van de mensen die in de huiskamer kwamen feliciteren was de toenmalige NTS-voorzitter, meester Roschen. Toen ik dat cijfer 500.000 hoorde, toen zijn mijn gedachten uitgegaan naar de 1 oktober 1951... toen in Nederland gestart is met de experimentele televisie. De regering was toen ter tijd erg aarzelend met betrekking tot de televisie. De NTS heeft in der tijd een zendmachtiging gekregen, maar die zendmachtiging bleef beperkt tot 3 uur per week en tot een termijn van 2 jaar. Bovendien stelde de regering toen ter tijd geen overheidsgeld ter beschikking van de uitzendingen. De programma's zijn betaald geworden door de omroeporganisaties. Die aarzeling van de regering die bleek ook onder meer uit het feit dat in 1952 aan de televisieraad gevraagd werd een advies of het noodzakelijk was dat de zendtijd uitgebreid zou worden. De televisieraad heeft in de tijd aan dat verzoek gehoor gegeven. Die heeft een rapport samengesteld. En in dat rapport vindt u een prognose, en dat is het merkwaardige, een prognose met betrekking tot het aantal televisiekijkers dat in de eerstkomende jaren verwacht kon worden. En nu is het merkwaardig wanneer u die prognose uit 1952 legt naast de werkelijke cijfers die geregistreerd zijn geworden door de PTT. Ik noem een enkel cijfer. Op 1 januari 1959 zouden er volgens de prognose van 1952 90.000 televisiekijkers zijn. Het waren er 391.036. En in een goed half jaar tijds is dat met ongeveer 110.000 gestegen tot 500.000. Als dit zo doorgaat, dan naderen we aan het eind van het jaar de 600.000. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven.
Van gejuich was niets te horen op de hoge post waar de journaalcameraman stond toen hij deze opname maakte van de aankomst van Hare Majesteit de Koningin bij de nieuwe televisietoren in IJsselstein in mei 1961. Die cameraman stond namelijk vrijwel bovenop die toren en die is met zijn ruim 350 meter het hoogste bouwwerk van West-Europa. De koningin kwam om die toren officieel te openen. Dat betekende de voltooiing van de opbouw van het hypermoderne zendernet voor radio en televisie in Nederland. Hier is de Nederlandse Televisiestichting met een bijzondere aanstelling ter gelegenheid van de officiële ingebruikneming van de televisiezender IJsselstein, die zo even is geschied door Hare Majesteit de Koningin. Deze plechtigheid betekent de voltooiing van het eerste 25 jaar bestaan van de Nederlandse omroepzendermaatschappij. Hare Majesteit zal thans de toren gaan bekijken. Intussen bleef het aantal televisietoestellen met ongedroomde sprongen stijgen. Op 14 november 1961 kon in een miljoen Nederlandse huiskamers worden gekeken en geluisterd naar deze NTS-reportage. Even over 9:30 vanmorgen, direct na het bekend worden van de burgerlijke nieuws, werd van de gebouwen van de Nederlandse Televisiestichting in Hilversum en Bussum de vlag gehesen. De omroepverenigingen bleven niet achter en zo wapperden de vlaggen van de AVRO, KRO, NCRV, VARA en VPRO-studio's eveneens. Maar de feestviering bleef niet bepaald tot uiterlijk vlagvertoon. Ook in de televisiebehuizingen werd het miljoenste toestel gevierd. In de theepauze vanmiddag was er voor iedere medewerker een gebakje, thee of koffie, een sigaar of sigaret. Die gebakjes gingen aan de neuzen van de NTS-reportageploeg voorbij, die vanmorgen zich gereed maakte om naar Deventer te gaan, opdat straks een directe reportage kan worden gegeven van de feestelijkheden rond de miljoenste ingeschreven televisiekijker. En als een reportageploeg van de Nederlandse Televisiestichting uitdrukt, dan zegt dat wat. De hele reportagekaravaan kwam 2 uur later in Deventer aan en nam onmiddellijk bezit van de stad. De collega's van de PTT hadden achter de Zwolseweg hun straalzender opgebouwd. Want daar, op nummer 160, staat het huis van de heer J.H.J. Milius, van beroep bedrijfsadviseur, die de gelukkige miljoenste televisiebezitter is. In iedere 3 huizen van Deventer staat op het ogenblik een televisieontvanger, waaruit blijkt dat de verhouding in Deventer vrijwel representatief is voor het landelijk gemiddelde. Het moet voor de familie Milius wel een overrompelende sensatie zijn zoals zij vandaag plotseling in het nieuws kwamen. Zoals zij overvallen werden door een NTS-reportageploeg op volle sterkte en zoals zij waarschijnlijk op dit ogenblik in hun huis in Deventer zitten te wachten totdat de rechtstreekse reportage, waarvan zij het middelpunt zijn, kan beginnen. In de grote reportagewagen in de Zwolsestraat in Deventer zit Dick van Bommel nu klaar om u aan het miljoenste Nederlandse televisiegezin voor te stellen. Over dus naar Deventer. Goedenavond en hartelijk welkom hier op de Zwolseweg 160 in Deventer, waar ik het bijzonder grote genoegen heb om u als behorende tot de 999.999 kijkers die er al waren, om u voor te stellen aan het miljoenste Nederlandse kijkerspaar, zou ik willen zeggen, de miljoenste televisiebezitter, de heer en mevrouw Milius, die hier naast mij staan,
en die al een bijzonder drukke dag gehad hebben. Dat kunt u zich voorstellen toen vanochtend dat bericht doorkwam dat zij de miljoenste waren. U heeft dat ding voor uw genot. Laat het u niet de baas zijn. Denk nooit, ik heb het. Wat mot, dat mot. Een dictatuur zou dwaas zijn. TV doet altijd wat zij kan om ieder te vermaken. Maar wie kent de formule van miljoen verscheiden smaken? Miljoenste kijker, zet hem op. Vind rijkdom, lering, blijheid. En denk erom, die ene knop is slavernij of vrijheid. Na dat miljoen hebben we het feest vieren maar verder achterwege gelaten. Het aantal toestellen is stormachtig blijven groeien. Sinds november 1961 heeft de PTT alweer 3 maal een 250.000 kijkers geregistreerd. De televisie is uit ons volksleven niet meer weg te denken. En steeds worden door de techniek nieuwe verten ontsloten. Telstar, de communicatiesatelliet. Na Eurovisie, nu Wereldvisie. Over de oceanen heen, direct visueel contact met de mensen in Amerika. Het is alweer meer dan 2 jaar geleden. We vinden het alweer heel gewoon. Welk hoogtepunt kan er na dit hoogtepunt nog volgen? Football game is being seen in Europe right now over the Telstar satellite. Let's give all the baseball fans in Europe a big hello from Chicago. No score in the ballgame. This point, the Phillies, no runs, 1 hit, no errors. The Cubs, no runs, 2 hits, no errors. Dagelijks groeien de technische mogelijkheden van de televisie. Dagelijks ook groeit het aantal toestelbezitters. Begin volgend jaar wordt de 2 miljoenste verwacht. En dat feit zullen we dan weer vieren. 1 miljoen toestellen erbij in nauwelijks 3 jaar tijds. De NTS en de omroepverenigingen doen wat ze kunnen om het hen door de techniek toevertrouwde pand goed te beheren. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de outillage die nodig is voor de uitzendingen over het tweede net. Er is een tweede hoofdcontrolekamer geïnstalleerd die verbindingen heeft met de 5 studio's die nu in gebruik zijn en met de nieuwe complexen waaraan nog wordt gebouwd. Maar niet alleen de technici hebben hard gewerkt. Vooral ook op de programma-staven wordt een zware wissel getrokken door de rigoureuze vermeerdering van zendtijd. Er zijn misschien mensen die menen dat het scherm zich vanzelf vult. Maar het bedenken en maken van televisieprogramma's betekent een forse aanslag op een creatief talent dat nu eenmaal niet als kraanwater voorradig is. Wie het televisiebedrijf kent, weet met hoeveel overgave ze werken. De technici, de uitvoerders, de voorbereiders van programma's. De 1400 mannen en vrouwen van de Nederlandse televisie. Ook voor hen is de officiële ingebruikstelling van het tweede net, over een paar minuten, door de voorzitter van de NTS, een mijlpaal. Maar ook zij zullen er niet lang bij stilstaan. Voortaan zullen vanuit Bussum iedere avond 2 programma's de lucht ingaan. Kijkend Nederland kan kiezen. Eer we een paar maanden verder zijn, zal het zijn alsof ook dit nooit anders is geweest. Sorry, ga je weer stoken?